Het is woensdagmiddag en ik ben op Groningen Airport Eelde en ik zit in een elektrisch vliegtuigje. Nou, de deur staat open, dus we vliegen niet. Maar naast mij zit wel de piloot Wim Bonnet van de NLR. En een elektrisch vliegtuig. Ja, het staat wel allemaal aan, maar ja, wat is nou echt de meerwaarde van dit vliegtuigje? Gewoon ook bij ons in Eelde natuurlijk. Ja, dit is ongetwijfeld een vliegtuig wat het milieu minder belast. De efficiëntie van dit vliegtuig is nog niet geweldig groot, maar het is een eerste stap in de ontwikkeling tot elektrisch vliegen voor de toekomst en voor de grote vliegtuigen. Ja, en dat is natuurlijk wat we nodig hebben, hè? Want we moeten anders leven, wonen, werken en daarom moeten we alles verduurzamen. Ja, het begint dus ook met dit soort dingen. Ik zal even uitstappen, want ik kan natuurlijk ook beter zien hoe dit eruit ziet voordat ik mijn hoofd stoot. Dit is hem dus. Gewoon, als je dat oplaadt met duurzame stroom, is dat natuurlijk gewoon zero emissie. Het kan wel.